Goedemorgen, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Goedemorgen. Goedemorgen. Jorie Sprenkels, welkom hier in het programma Delft Blauw. De reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege de nieuwe single Toen ik jou zag. Klopt helemaal. Ja, een mooie nieuwe single voor Jorie. Dankjewel, ik ben er ook super blij mee. Ja, het, als ik goed stel, is dit jouw derde single of niet? Klopt, dit is mijn derde wel. Ja, ik draai dus juist, ik moet me laten gaan, dat was de eerste of de tweede? Dat was de eerste. De tweede is Gaat het met me mee. Ja, en dit is dus de derde single en die heb je weer laten produceren bij Manfred, of niet? Klopt helemaal, bij Manfred Jongenelis. Ja, daar heb je een goede relatie mee? Ja, dat is een master in het vak, vind ik. Ja. Jij komt, jij bent een vrij jong en er gaan al wel drie singles uit. Ik vind dat knap, Jorie. Ja, ik hoop dat ik er nog veel meer uit kan brengen. En ook nog albums. Ja, want jij was al, ik heb je eens gelezen. Jij was al als, toen je pas een jaar of 4, 5 was en je kon maar net lopen, was je al aan het zingen met een liedje van André Hazes, klopt dat? Klopt helemaal, met speelgoedmicrofoon in man. En nou met teksten. En toen was je 18 en toen kwam jouw debuutsingel uit. Ja. Ik heb toen, ik moet me laten gaan. Die heb ik voor mijn 18e verjaardag gehad, die single. Ja. Nu deze derde single, en dan in een vrij korte tijd, dan moet je toch stellen dat het je goed gaat, tenminste, dat het overal goed wordt opgepakt. Ja, hij wordt overal goed opgepakt. Op radiostations en in cafés en zo. Hij doet het super. Ja, dan kom jij ook uit een regio van West-Brabant vandaan, waar ontzettend veel talent vandaan komt, Jorie. Ja, bij ons uit het dorp komt bijvoorbeeld Raymond Hermans. Ja. En om niet te vergeten Corrie Konings. Ja. En dat zit allemaal bij jullie in de buurt. En dan kom jij aan, Ningers, en merk je dat je dat paar gesproken wordt? Dat bij jullie dit en dat komt er vandaan of niet? Ja, ik word er wel veel op aangesproken. Als ik ergens op een feestje kom, dan zeggen ze altijd wel van, hey, zing eens een liedje. Hoe is het dan ondertussen gegaan met deze derde singer die uit is met de fans? Want volgens mij heb je ook een vaste fanclub, of niet? Ja, een fanclub. Ja, er zijn wel een paar trouwe fans die regelmatig mij een berichtje sturen en bij mijn optredens bij zijn. Ja. Als je nou deze singles hoort, hè, Jorie, en je hoort, ik heb de singles een beetje beluisterd en zo naast elkaar, klopt het dan wat er ook staat in het persbericht, dat het een beetje een mixage is tussen twee talenten van John West en Vincent, zo'n beetje qua muziekstijl, klopt dat? Klopt helemaal. Het beginstukje, dat vinden ze allemaal lijken op Vincent en wat daarna komt, de Foxtrot, dat zeggen ze John West. Ja. En is dat een beetje deze stijl van muziek waar jij in verder wilt gaan? Ja, eigenlijk wel. Ik vind zomerse muziek, dat vind ik ook echt heerlijk. Ja. Maar de Foxtrot, dat is toch wel het bekendste. Ja. En daar zou ik ook graag mee verder willen gaan. Ja. Ook leuk natuurlijk als je met een optreden staat en je komt het podium op en het publiek haakt gelijk in natuurlijk. Dat is wel leuk natuurlijk. Ja, precies. Ja, ik ben ook nog wel van plan om een keer een lekker langzaam nummer, een schuifelnummertje te maken. Ja. Eventjes in de kort, Jorie, de tekst van het nummer voor de luisteraars, even in het kort, waar gaat de tekst over? De tekst gaat over een meisje wat ik tegenkom op een verjaardag, wat ik dan voor het eerst zie. En daar ga ik dan mee dansen. Ja. En die gaat dan mee naar huis. Ja. En is dat meisje, is er dat nu of niet? Wat zei je? Dat meisje, is er dat nu of niet? Moet dat dan komen, jouw liefde? Nee. Ja, ik heb al wel een vriendin, maar het is niet die vriendin die in de videoclip staat. Even bij een rijtje. Eventjes voor de luisteraars, Jorie, als de luisteraars die meeluisteren en zij willen meer informatie weten over jou, waar kunnen ze dat vinden? Ze kunnen me vinden op Facebook, op Instagram. En voor boekingen kun je gewoon mijn telefoonnummer vinden op Facebook. Ja. Nu hebben we deze single. Gaat er dit jaar nog iets meer gebeuren rondom jou? Misschien wel. Ik durf nog niet met zekerheid te zeggen.
Maar misschien dat er van de zomer nog eentje tussendoor komt. Ja. En anders in het najaar. Ja. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Wat ga je het weekend doen? Ik heb van het weekend heb ik nog een paar interviews. Geen optredens. Aha, geen optredens, wel interviews. Nou ja, dat moet ook een beetje blijven natuurlijk. Jazeker. Ja. Joey, ik ga je op de eerste plaats heel hartelijk bedanken dat je vanmorgen hier live bij ons in de uitzending was. En ik zou willen vragen van jou een laatste woord richting al die luisteraars die meeluisteren. Dan ga ik jouw single starten. Kijk, lieve mensen, mijn naam is Joeri Spenkels en dit is mijn nieuwe single, Toen ik jou zag. Het gaat je goed, Joeri. En we spreken elkaar de volgende keer. Bedankt, hoi. Goed. Hoi. Hoi. Was ik verloren? Je wist niet meer hoe ik me voelde, kreeg een stapje nog naar voren. Ik zag alleen jou nog, nee niemand anders. Ik kwam door die blik in jouw ogen, ik stond in vuur en vlam. Alles werd mooier, ja zoveel mooier. O, zelfs de grijze lucht werd door jouw hemelsblauw. Niet te geloven.